Oké, mensen, we gaan even kijken waar deze gozer is. Wat zeg je, man? Hey, vriend. Iedereen zit daar. Wow, 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 wow. Wacht, wacht, wacht. Wat doe je nou, hè? Wat doe je nou? Oké. Nou, het ziet er goed uit, hè? Ja. Dames en heren. Brian. Abila, die moet zo'n presentatie geven. Ho, Ajax, we Brian. Houden van je. Ja, geloof maar dat die. Dat is helemaal leuk. So back to what I was saying. Could be us. Jawel, 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 mensen. Daar zijn we weer. Ja. Hier is Brammy en Billy, dames en heren. Vandaag, jongens. Hè, Bilo? Vandaag wordt een lijpe dag. Hè, of niet? Box, ouwe. Box. Dat zijn ze. Hé, luister. Mensen, vandaag zijn wij uitgenodigd. Door... Krijtje Foundation. Huh? Krijtje Foundation, jazeker. Jullie kennen de Krijtje Foundation waarschijnlijk bij jullie. Zie je nou inderdaad, kraam. Laat me nou eens even mijn zeggen, grap. Kan toch niet? Trouwens, voordat ik even ga vertellen wat we daar gaan doen en zo. Check deze, check deze. Bilo vandaag, dames en heren. Die heeft. Zijn snor is weg! Zijn snor is. Waar is je snor? Waar is je snor? Nee. Waarom? Nou, maar nu ben je geen echte. Echte man. Nee. Echte mannen, dames en heren. Kijk. Ja, je hebt geen snor meer. Zet maar weg. Hè? Zet helemaal glad. Kan toch niet? Ja, maar luister. Vandaag, Bilo, gaan wij naar de Krijtjek Foundation. En wat we daar gaan doen, is gaan even een beetje checken. We gaan naar de Papendal. Zeg ik het goed? Papendal, ja. En Papendal, dat is een topsportcentrum. Waar alle scholarshippers door heel Nederland. Scholarshippers zijn eigenlijk jongeren die uit de wijk iets betekenen voor hun eigen wijk. En dat doet de Krijtjek heel goed. Want het zorgt ervoor dat die jongeren uit hun eigen wijk iets kunnen betekenen voor hun eigen jongeren. Voor hun eigen doelgroep. En daar krijgen ze wat voor terug. Ja, wat er precies allemaal gaat gebeuren, zo moet je niet van mij horen. Maar dan hoor je van die mensen zelf daar. Dus daar gaan we naartoe. En ik ben uitgenodigd om een presentatie te geven aan scholarshippers. Een beetje empoweren. Wat betekent empoweren? Een beetje ja, meegeven van hoe je er alles aan kan gaan doen om een bepaalde succes te halen. Dus we gaan daar ook een uur proberen voor te lullen. Nou, zoals jullie merken is dat niet heel lastig voor mij. Maar het is altijd wel even een beetje, ja, een beetje leuk, een beetje zenuwachtig. Om die jongeren een beetje iets een soort van boost mee te geven. Kijk vooral mee, want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar leerliften. En wij zeggen altijd seven times. Ga je die kant op? Nee. niet aan zitten, Bilo, is echt duur. Sorry. Was goed? Goed. Gewoon met jou hoor. Je zag een beetje grijze haren, dus je dacht. Nee. Was goed? Je bent een vlog aan het maken. Ja, ja. Ben je alleen of ben je? Ik ben met Bilan. Ja. Ga je een handje geven, Bilan? Hier, geef me een handje. Goeiedag, Bilo. Hi. Leuk dat je er bent, man. Ik loop een handje. Hi, Annelie. Hi. Sorry, ik moet niet zeggen hoe je heet dan.
Bilal. Bilal, ja. Ben je wel eens hier geweest op Papendal? Ja. Ja? Hé, hey, wat zit je nou grapjes te maken, joh? Grapmaker. Ja, je maakt heel veel vlogs, ja, jongen. Je bent een bekende Nederlander inmiddels. Ja. Bekende Nederlander, hoor. Hey. Allemaal vlogs. Zo dan. Ja. Hé. Hey. Alles goed? Ja, zeker. Bilal, moet jij niet even voorstellen? Even een handje. Ik ben Lisbeth. Bilal. Nou, fijn dat je er bent. Ik voel me vereerd. Maar wat kunnen we vandaag eigenlijk een beetje verwachten? Wat is een beetje de bedoeling van vandaag? Kijk eens, hij loopt weg, hè? Nou, we gaan natuurlijk weer vandaag het nieuwe schooljaar starten met de scholarshippers. En we hebben weer een heel mooi programma. We gaan een beetje terugblikken en we gaan een beetje vooruitkijken naar afgelopen 20 jaar en de komende 20 jaar. En we hebben hele mooie workshops voor de scholarshippers. Of je nou 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar of langer, voor ieder in alle niveaus hebben we verschillende programma's. Maar ik hoorde heet het scholarshippers. Oh. Nou, dat is wel echt iets unieks van de Krijtjeck, hè? Vind ik wel, natuurlijk. Kan je heel kort vertellen, wat is een scholarship eigenlijk? Nou, scholarshippers zijn jongeren uit de wijk die wij vragen van, zou jij in ruil voor een studiebeurs sport- en spelactiviteit willen organiseren op de playground in je eigen wijk? En het leuke daarvan is dat ouders dan vaak de jongeren ook kennen, of de ouders van de jongeren kennen, en denken, nou, dat is een goede gast, daar stuur ik mijn kinderen wel met goed vertrouwen naartoe. Dus op die manier zorgen we natuurlijk voor dat er heel veel begeleiding is op de playgrounds. En zodat kinderen ook echt leren van, nou, wat is voetballen, wat is hockey, kan ook basketballen. Ja. Gewoon lekker een beetje rondrennen met elkaar, vriendjes maken. En hoeveel hebben jullie op dit moment? 119. Ja. 119? Ja, ben ik trots op, hoor. Ja. Ik ben daar trots op. Ja. En hoeveel playgrounds hebben jullie? 119. Ook 119? 119, ja. Hoeveel scholarshippers hebben? Nee, ja, hoeveel scholarshippers en hoeveel playgrounds? 180 scholarshippers of 119 playgrounds. Ja. Wauw. Maar als jij er nog 180 hebt voor mij, dan ben ik echt ook helemaal gelukkig. Want, dus als er een aantal mensen zijn die de Krijtjeck Foundation kennen en ze willen heel graag iets terug doen voor hun eigen wijk, dan kunnen ze reactie... Ja, absoluut. Nou, want we kunnen echt... Misschien eens adviezen. We zeggen eigenlijk, nou, iedere playground zou wel 3 scholarshippers kunnen gebruiken. En gaat het alleen maar om jongens? Of... Nee, juist meiden. Juist meiden. Nee, we willen graag meisjes extra zeg maar betrekken bij wat er op playgrounds gebeurt. Omdat ook meisjes vaak toch, als ze zo 12, 13 worden, laten ze massaal dat sporten. Ja. Dan gaan ze allemaal lekker op die bank hangen met die mobieltjes en een beetje met elkaar gezellig zijn. Maar... Het moet gewoon gesport worden, meiden. Het moet gewoon gesport worden. Hij moet toch ook een rode trui aan? Nee. Moet je een rode trui aan? Nee. Ik ben net zoiets van gevonden, dat is Brian. Zullen we dat dan samen doen? Naar binnen dan. Kom, gaan we naar binnen. Nou, super bedankt. Nou, jij bedankt. Fijn dat je er weer bent. Ja, toch? Vaste en ik waarde heb ook... bij de kick-off op Wapendal. Absoluut, toch? Absoluut. Ja, leuk. Nou, heb een fijne dag. Dankjewel, hè. Kom, ga je mee? Hey! Een trui ophalen. Een kleine trui. Gaan we, alles goed? Gaan we een handje geven? Kom. Esje? Ja. Hi. Zeg maar hoe je heet. Bilal. Hi Bilal, ik ben Jamila. Alles goed Jamila? Hallo. Een beetje zin in? Ja, altijd. Hè. Ja toch? Ja. Ja. Jij ook? Ja, aardig. Jij hebt zo meteen nog een dingetje. Ja. We gaan er weer tegenaan. Zit je erbij of... Is goed, Sam? Ja. Wow. Serieus? Ja, nee, en... Ja. Dit is, hè? Ja. Ja. Wat is dat dan? Ja, nu zit je vast. Zeg dan, wat is dat dan? Wauw. Ja, is voor... Ja, gelijk. Ja, man. Wat zeg je dan? Dankbaar. En dit is alleen voor echte... Echte mannen. Deze man, die heeft mij ooit een soort van weggeplukt eigenlijk. Nou ja, weggeplukt niet, maar wel benaderd om ooit voor het Krijtjeck gaan werken. Zeker, zeker. Kleding dus gaat wel sneller. Ja. Wat? Nee, maar ik moet van hem iets krijgen. Ja. En jij? Ja. Welke maat wil je? Ik wil een S'je. Maar moet ik hiervoor betalen of? Laat me maar Bilal, wat ga je doen? Hier, kijk eens, ik krijg er ook eentje. Kijk eens.
Hey. Hey. Ja. Ja, pak maar een bord, pak maar een bord. Ja. Ja. Wat ga je eten? Wat ga je eten? Nee. Wow. Ik had genoeg gesmet. Wat is dat? Oké, even wachten. Kijken. Ja. Ja? En wat wil je drinken? Wat wil je drinken? Ja? Wil je ook kaas? Ja. Hier is kaas. Oh ja. Goed zo. En dan drinken. Wat wil je drinken? Kom. Ja. Wat zeg je? Ja, zo meteen. Eerst even deze opeten. Ja. Hij wil voor 6 broodjes hoor. Ik wil soep. Wat zeg je? Ik wil soep. Hij moet weer soep. Ja, wacht. Ja. Wacht even. We moeten eerst gaan zitten, grap. Hallo. Wacht even met eten. Nabila. En? Lekker? Ja. Hè? Ja. Want het eten is alleen voor echte. Echte mannen. Bilo. Bilo, we moeten gaan. Het ziet te lachen. Iedereen is weg, Bilo. Kijk. Hey. We moeten gaan. Het is een keer naar te lachen, man. Nou, ik ga er ook vandoor. Doei, doei. Ciao. Doei. We zitten hier met een hele grote groep scholarshippers, sportleiders en ook voor het eerst met officiële Krycek vrijwilligers. En die zou ik echt een heel hartelijk speciaal welkom willen heten. We zijn ons lustrumjaar. 20 jaar geleden is de foundation gestart. En we kijken eigenlijk terug... Jouwel, daar zijn we weer. Ja. Nou mensen, we gaan een foto maken. Kijk eens. Prachtig uitzicht. Hey Bilo. Ja. Weet je wat mij vet lijkt? Ja. Dat we Krycek zelf gaan interviewen. En met hem op de foto. Ja. Lijkt een goed plan of niet? Ja. Ja. Gaan we met hem zo op de foto en dan gaan we hem ook interviewen. Ja. Dan weten jullie een beetje wie Krycek is. Richard Krycek. Opzoeken, googelen. Dan kijk eens. Een beetje het team. Krycek. Moet dat? Ja, waar is Richard? Gaan we vragen waar Richard is? Gaan we vragen? Gaan we vanaan toe? Nee. Hè? Hoe doe je nee? We moeten hem wat voor vragen stellen. Richard. Hey. Ziet er niet best uit? Nee, het is oké. Ik kan deze wel aan eigenlijk. Maar, doe je niet te dragen, ja. Nee, mag ik me houden of niet? Ja, van mij. Hij is wel helemaal leuk. Ja, lekker klein. Maar we hebben ook XL. Nee, maar dat vind ik wel fijn. Beetje, okay. Beetje kek. Ja, wat zei je zo? Ik zeg... Ja, ik heb een operatie gehad, maar het gaat goed. Het is 7 weken ruim geleden. En sinds dinsdag loop ik af en toe zonder krukken. Dus het gaat steeds beter? Ja, thuis loop ik wel zonder krukken. En, maar de bot moet helemaal genezen. Dus dat duurt nog een week of 6-7 voordat het echt helemaal genezen is, het bot. Maar nu loop ik dus af en toe krukken, af en toe zonder. En fiets al veel. Nou, ja, en als het goed is, dan moet het beter zijn. Nou, Bilo en ik wens je veel wetenschap. Ja, oké. Maar voor de jonge kijkers, je hebt iets wel heel belangrijks gewonnen. In je leven? Ja, heel lang geleden bedoel je, of niet? Nou ja, een tijdje geleden. Ja, 21 jaar geleden alweer. Ja, ik heb een tennis. Ja, ik was een tennisser, hoofdtennisser. En heb ik een tennistoernooi gewonnen, heet Wimbledon. En mensen die tennis volgen, die kennen dat wel. Ja. Dat is een van de 4 grote toernooien die per jaar wordt georganiseerd. En dat was wel erg leuk om dat te winnen. En dan ik Wimbledon won, heb ik op deze manier ben toch wat meer bekend. En de Krycek Foundation begonnen. En nu zijn we 20 jaar verder en we hebben
ja, meer dan 1500 scholarships uitgedeeld. Dus ja, dat jongeren naar school kunnen om zichzelf, zeg maar, te verbeteren en hun wijk te helpen. Maar wat is het nou zo bijzonder aan die scholarships? Is dat... Nou, wat die eigenlijk doen is dat, ten eerste, we bouwen dus sport- en speelveldjes in de Aanderswijk in Nederland. En nu al 119 hebben we er gebouwd. Nou, en het is natuurlijk leuk om te sporten en te spelen. Maar op een gegeven moment moet je ook een beetje aan je toekomst denken. En dan kijken we op die playgrounds welke jongeren enthousiast zijn en leider zijn. Dat we zoiets hebben van, hey, wil jij verder hierin? Wil je misschien niet alleen maar zelf sporten spelen, maar wil je misschien ook een leider zijn? Ja. Nou, en die jongeren die geven dan zo'n scholarship en dan worden ze begeleid, krijgen ze ook geld om dus naar het mbo te gaan. En sommigen gaan zelfs door naar het hbo. Nou, niet alleen goed voor hun, hè, leuk voor de buurt dat er een goede begeleider is of begeleidster. Maar ook laten ze aan andere jongeren zien dat je, ja, je leven, zou ik maar zeggen, door middel van leren en ook door middel van sport, ja, een positieve draai kan geven. Ja, nou, ik weet er zelf van, want ik ben zelf ook scholarshipper geweest. Ja. En uiteindelijk mocht ik hier districtcoördinator zijn. Ja. Dus ik weet wat ik kan doen. En op dit moment heb ik ook met Ricardo Verrijen een foundation opgericht. En Stichting Elk in de Bal. Okay, wow. Dus voor mij is dit wel een hele belangrijke opstapje geweest. En ik ben blij dat Chris mij ooit ontdekt heeft bij Heijs de Duin. Ja. En ik vind het ook heel speciaal dat ik nu hier met jou sta. Ja, want zeker. Ik durfde nooit met jou op de foto te gaan. Nee, dat is een interview. Ja, een interview. Kijk eens wat het scholarship programma doet. Ja. Super bedankt voor je tijd. Nee, heel veel succes. Dankjewel. En nou, hopelijk gaan we elkaar weer zien. Ja, zeker wel. Hey, succes. Ah, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Ja, kijk, en dan is hij vrolijk ineens. Ja, wat wil je? Tonic? Weet je het zeker? We hebben ook Icy Green met de lemon, iced tea, Fanta. Ja, maar, ja, super, dankjewel. We hebben ook nog chocoladerepen. Ja, ik ging snoep. Oh, geef die maar aan mij hoor, die rietje. Dat rietje. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Zo. Nou, zondag. Ja, je wist het al, hè? Je voelde wel aankomen. Ja, nou, ik dacht ik ben aan het vloggen. Ja. Alles goed? Jawel. Maar bij de Krijtjak Foundation, wat is jouw rol bij de Foundation? Nou, ik ben eigenlijk een vrijwilliger bij de Krijtjak Foundation in Amsterdam. In Amsterdam? In Amsterdam. West, Oost? Nou, Zuidoost. Zuidoost? Ja, bij de Stichting Jong Tennis. En jij? Ja, precies hetzelfde. Dus, Oké. Maar meestal zie ik gasten van 16, 17. Je bent iets ouder. En wat maakt dat zo bijzonder? Nou, het is bijzonder vind ik het niet. Maar ik stel mijzelf aan om kinderen te ondersteunen bij de playground. En wat voor gevoel geeft dat bij jou? Dat geeft een eigenlijk tevreden gevoel. Ja, toch? Ja, maar eigenlijk, ja, als ik klaar ben, dan heb ik zoiets van, ja, yeah, alles goed, jongens. Ja. Lekker, man. Ja, gaat goed, man. Ik leg even mijn drinken neer. Maar, alles goed? Hey, Brian. Alles goed? Goed. Brian. Ja, dankjewel. Alhamdulillah, met jullie? Alhamdulillah. Maar, wat zeg je? Gaat met hem ook goed. Ja, je ziet het. Moet je kijken. Hij is in zijn hele eigen wereld. Allee, is voor, man. En wat ga je doen, Bilo? Bilo, wat ga je doen? Wajo, hij zit brood. Even serieus, dat gaat niet goed. Man. Bilo. Bilo, kijk, ze gaan eten. Mama, ze gaan nu eten voor ons maken. Kom. Je zit erin met een interview, hè? Die gaat gewoon achter de bar staan, moet je kijken. Ja, serieus weer. Man. Kom. Kan toch niet? Maar, daar zijn we weer. Maar net voordat hij voorging, hij kreeg een zware applausje. Wie? Deze man. Hij is hem. Hij is bij de mensen. Hij is onze buurtwaarde. Ja? We kunnen niks negatiefs zeggen. Hij is zo'n sportcoördinator, weet toch? Maar waarom is hij zo speciaal eigenlijk? Hij staat heel lang. Hij werkt al heel lang voor het Krijtje. Ja? In Den Haag. Hij is met een van de openingen heeft hij meegemaakt, de eerste opening. Dus hij is eerst krijtjepersoon met een aantal collega's. Dat is toch wel een top, toch? Ja, absoluut. Eerst de leidt in Den Haag, die op het pleintje werkt. Absoluut. En dan komen wij, nieuwe generatie. En nu wordt hij dus, dat is een strijder. Maar waarom is het zo speciaal? Wat? Ja, wat is er zo speciaal? Ik denk, weet je, kijk, deze jongens zijn later allemaal aangeschoten, weet je.
ook elkaar helpen, weet je. Ik heb bepaalde dingen meegemaakt dan op een plein en dan geef die tips ook aan hun, weet je. Ja. Dat maakt het wel speciaal, dat waarderen ze, weet je. Ja. Het is wel goed dat je dat ons voor de tackle ons hebt geholpen. Zeg. Ja. Dus ja. Maar even Krijtje kwam, dings kreeg een klein applausje. Wim kwam, dings op een klein applausje. Toen jij binnenkwam, je hoorde mensen echt fluiten. Ja, dus dat zegt wel echt wat. Dat doen mensen niet zomaar. Zo net de dagen. Ja, toch? Hey boys, ik wens jullie echt heel veel succes. Jullie doen goed werk en inshallah komt helemaal goed. Inshallah. Yes? Dankjewel. Hey, Bilo. Nee, kan niet. Moet je kijken, hij pakt gewoon awesome, die zit gewoon te drukken. Wat is dit? Kom op, leg maar even terug. Kom. Jee. Hallo, Anna. Kijk. Ja, liggen die jongen. Nee. Ja, zal ik hem even terugzetten dan? Hier, kom. Kom. Kijk eens, Bilo. Hey, ja. Ga je een bord pakken? Pak maar een bord. Ja, hier, daar. Daar is het bord. Zo. Ja, genoeg. Even serieus mensen. Hey Bilo. Dit eten is alleen voor echte? Moet je kijken. Vis, kip, tonijn, gewoon rijst, wortels, alles. Is het lekker? Goed zo jongen. Gewoon dat hele bord heeft hij gewoon helemaal leeg gegeten gewoon. Wauw. Gewoon drie keer wat ik heb gegeten. Dankjewel. En hoe vinden jullie het tot nu? Sorry? Hoe vinden jullie het tot nu toe? Goed, leuk. Ja? Leuk, ja. Waar komen jullie vandaan? Arnhem. Arnhem? Wij komen uit Leiden. Oh, leuk. Vind je het ook leuk hier? Ik vind het schitterend. Echt? Ja, absoluut. Zeker weten. Dit is mijn broertje, ja. Kijk, en hij zit gelijk... Hij heeft net een hele bord. Oh, hey, oh. Kom je grap maken. Hij heeft echt een bord gegeten, moet je niet weten. Nee, laat het gewoon eten. Wat is dat? High five. Succes, hè. Kijk eens. Wie hebben we hier? Ja. Alles goed, Remy? Ja, bij jou? Ja, goed, man. Ken je dat? Hoe ben jij hier beland? Ja? Hoe ben jij hier beland? Nou, ik heb een inspirerende speech gegeven aan een groepje mensen. Om ze te motiveren en ja, een stukje mee te geven van mijn succes. En wat is het belangrijkste wat je een beetje mee hebt gegeven? Wat is belangrijk om een succes te halen? Om nooit op te geven. Gewoon doorgaan. Altijd blijven gaan en nooit opgeven. Maar kijk eens. Het is altijd doorgaan. Altijd door. Altijd never quit. Absoluut. En hoe vind je het tot nu toe? Ja, super gezellig. Ja? Ja. Ik kom hier al nu 4 jaar. Ja? Ja, we maken ons echt prima. En waar kom jij vandaan? Arnhem. Van Arnhem? Ja. En jij kent de Bilo eigenlijk al? Ja, van de vlogs. Ja, van jouw vlog, van zijn vlog. Dat zou eigenlijk zijn, hij is een grap maken. Hij is leuk, hij is echt leuk. Hey vriend, hey. Wow. Nee. Dat is een man met het derde bord al. Nee joh, grap maken. Kom, gaan we kijken. Wie? Oké. Ja, dat is niks, Bilo. Even harder. Doe ze nu met je andere hand, met je rechterhand. Wat hebben jullie geslagen? Ik had 33. 30? Ja, wat ongeveer. En jij? Ik heb niet eens een keer. Ik heb niet eens een keer. Ja, hij heeft nu al 30 geslagen, hè? Ja.
Probeer ze op je allerhardst, Milan. Op je allerhardst. Allerhardst. Nee, ja. Hé, heb je dat we moeten gaan? Kom. Zo, hé. Dank jullie wel, hè. Wat dan? Ja. Nummer 74. Ja? Het bewijs, waar is het bewijs? En dames, hoe vond u het tot nu toe? Super vet. Ja? Ja, ook met Wayne, ik heb het helemaal van genoeg. Je zweet helemaal, heb je echt... Ik ben helemaal elkaar gesloten. Nee, maar ik heb wel een goede training gehad. Oké, leuk. Ja, goed om te horen. Ja. Ben jij ook helemaal goed gegaan? Ja, ik vond geslaagde dag. Ik vond het echt een geslaagde dag. Nou, kijk dan. Heel veel scholarshipers, sportleiders, vrijwilligers. Nou, daar doen we het voor. Maar ik zie volgens mij heel veel blije en leuke gezichten. Dus, absoluut. En Bilal, die heeft ook genoten. Of niet, Bilal? Ja. Check Bruins en vlog. Wee yo, wee yo. Wat doe je nou, man? Ja mensen, daar zijn we weer. Nou, even serieus, dit was een topdag vol inspirerende mensen die wat gingen vertellen. Bilal heeft naar zijn zin gehad. We hebben een aantal bekendheden gezien. Krijtcheck, volg hem. Het is echt niet normaal wat deze foundation doet. Al die scholarships, dus al die jongeren die iets terug doen voor hun eigen wijk. Gewoon omdat ze het willen. Tuurlijk krijgen ze een studiebeurs ervoor. Tuurlijk dat, en dat motiveert ook al die mensen. Maar respect wat al die mensen daar doen en hoe inspirerend dat is. We hebben kapot gelachen. Ik wil jullie oprecht bedanken. Krijtcheck Foundation, super bedankt dat je mij weer uit. Nodigen, dat jullie vertrouwen in ons hebben. En ik hoop dat jullie vooral ook genoten hebben en dat alle jongeren wat geleerd hebben. Wat is dat nou, jongens? Jongen. Heb je lekker gegeten? Ja. Zijn mensen goed voor je geweest? Ja. Heb je dingen kapot gemaakt? Ja, dat ga je niet vertellen dan, hè? Dan zeg ik ja. Hou gewoon dingen zitten slopen daar zo. Maar goed, daar komt de krijtcheck morgen achter. Super bedankt, want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Zijn altijd positiviteit, mensen. Volg ons op Insta, Snap, weet ik wat allemaal. Alleen maar liefde. Later, aardig weer.